Pieter, mijn vader en mijn broertje hebben al gegeten, maar ik heb nog niet gegeten eens. Leuk dat je kijkt naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Sander Pad. Ik heb net lekker een heerlijke bakje koffie gezet. Daar ga ik even lekker van genieten. En ik ben bezig met de video's. En ik was net iets aan het zoeken. Want ik heb op mijn werk dadelijk gesprek. Of niet toch? Dus slag van bezoek. Dus ik heb onderzoek een keer gehad. Van testjes, zoals ik van mijn eerder vlog heb laten zien. En dat is hier de uitslag van. Maar dan ga ik dat met mijn collega bespreken. Dus. Dacht ik wel even dit laten lezen aan hun. Want dan weten hun wat er allemaal met mij aan de hand is. Dus ik. Ze proberen me een beetje te helpen nu. Dus. We zijn een beetje al oplossingen aan het zoeken, want de ene keer wordt dat video van A4 tot A5 werken bij A-bedrijf. Dus we hebben oplossingen gevonden. Ik wil in ieder geval iedereen ook natuurlijk even bedanken voor tips die jullie hebben gegeven. Maar dan ga ik wel even lekker eten erin nog maken. En dan half 1 heb ik afgesproken met mijn collega's. Dus, jullie kennen hij is weer eerder in de vlog geweest. Met Twan toen daarnaast. Met Efteling. Ik weet niet of jullie het nog herinneren. Toen gingen we even overnemen. En hij zei het al tegen mij. Ja, dit is voor de grap bedoeld. Maar dat maakt niet uit. Dus, maar dan ga ik even lekker video's doen. Dus, doe ik dat even. Nou, ik ben nou onderweg naar mijn werk. Dan ga ik even gesprek houden en ik heb een brief bij me. Het is die brief over test. Dus dan ga ik even met iemand om voor mijn werk over spreken. Maar laat ik wel, als ik helemaal klaar ben werken, laat ik het allemaal weten. Dus hoe de gesprek ging en waar we een beetje sommige dingen over gehad hebben. Dus, maar dat zien jullie nog wel. Dus maar dan ga ik onderweg. Here we go. Richting werk. Een tijd eigenlijk geleden dat ik hier gevlogd heb eigenlijk. Heel lang geleden. Nou, ik ben nou een tijdje nog even bezig geweest met de computer. Mijn vader en mijn broertje hebben al gegeten, maar ik heb nog niet gegeten eens. Maar ik weet niet wat ik wil eten. Ik denk dat ik gewoon even lekker broodrammetje neem. Ja, ik weet dat jullie zien bewaren. Nee, dat is wel. Weet je, ik pak gewoon een lekker bolletje. Doe een pindakaas of pas dat op en klaar. Klaar is Kees, ik zei ja. Wat is deze kast weer ervoor? Verdorie. Dan doe ik even zo. Hey! Ja, dat is beter. Ja, neem zo. Pasta neem ik denk niet. Ik heb geen trek in. En pindakaas heb ik wel trek in. En ik heb wat anders. Ik denk dat mijn vader wel hiervan wat gaat zeggen. Jullie weten het, ik heb een chocolaas. Maar ik weet niet of ik dat ga nemen. Het is tonijn. Dat ligt daarboven dan. Lekker vis. Oh. Stel om te kijken wat ik kan eten. Het is nu bijna 10 uur. Ja, wil je het zeker weten zien? Ja, hier. Bijna 10 uur. En ik ga nu pas eten. Ik had gewoon geen trek. Dat is het. Ja? Dat is het. Maar dan ga ik nu even lekker boterham eten. Nou, ik heb net twee bolletjes gemaakt. Ik heb één bolletje met pindakaas en hagelslag. Wat ik altijd heel vaak laatst naar doe. Ik ben even op film kijken. Iets met draken te maken. Dus dan ga ik dat even film kijken en lekker broodrommetje eten en lekker computer doen. En dat zou me niet verbazen trouwens, als Dantje naar me toe komt. Hij ligt nu daar zo. Dat zou me echt niet verbazen.
dan ga ik nu even een film kijken. Lekker brood eten. Al eet ik best wel laat. Boeien me niet. Juist, maar dan ga ik dat echt doen. Nou, ik lig lekker in bed, maar ik ben echt dood op. Ik ga zo maar dadelijk lekker slapen. Ik ga nog een beetje YouTube kijken naar Stuk TV. Ik vind dat zo geweldig, gasten. Ik zeg gewoon eerlijk. Maar dan ga ik dan nu maar lekker slapen. Nou, ik heb natuurlijk al had ik ook al gesprek, dat was ik helemaal vergeten te zeggen. Ik had de brief van Meijer meegenomen natuurlijk. Brief van mij meegenomen. Juist. Maar dat had ik meegenomen natuurlijk. Had ik gegeven, hadden we over gepraat. Waar we over zitten praten. Wat kan de oplossing zijn? Waar je toch goed bij voelt. Dus ik heb gevoel gewoon dat ze eigenlijk die video of die vlogs hebben gekeken. Dat heb ik gevoel gewoon. Maar dat weet ik niet 100% zeker dat het zo is. Ik heb geen bewijs. Alleen met wie ik sprak. Ik noem even nu geen namen. Hij zei van ja, mijn broer heb ook dingen. Dus. En die zei, hij zei ook van iedereen heeft wel iets. Want ik had ook gezegd tegen hem. Van. Ik vind zo. KUT dat ik dit allemaal heb. Zoals Turner syndroom. Dat ik lichtstandig beperkingen heb. Dat ik dingen moeilijk vind om dingen te leren. Dat vind ik gewoon zelf zo vervelend. Nou ja, hij heeft wel gelijk, want iedereen al wel iets, maar. Als ik één groot wens kon. Als ik één groot wens kon opnoemen. Zou ik gewoon normaal zijn en eigenlijk ook gewoon normaal kunnen willen zijn. Ik voel me eigenlijk meer gewoon. Kleiner dan normaal. Eigenlijk, kijk, ik bedoel te zeggen mee. Van klein. Ja, ik weet, ik ben zelf klein, weet ik. Maar klein van. Kijk, van school op mijn manier toe. Dat ik een soort van laag in de grond word geduwd. Zo voelt het voor mij hoe ik nu leef. Dat ik eigenlijk niks waard ben. Zo voelt dat. Niet dat het zo is of zo, maar zo voelt het voor mij van binnen gewoon. Denk van. Ja. Dat wil ik even gewoon duidelijk zeggen. Dus. Maar ik vond het gesprek eigenlijk best wel goed gaan. Maar ja, alleen gaan we een beetje dingen nog oplossen hoe we beter kunnen gaan. Hoe het beter kan. Dat ik alsnog alles af heb en ik moest melden als ik hem niet af kreeg. Ja, ik heb gewoon scheid aan. Ik ga bij het trouwens ook nog binnenkort. Ga ik met iemand. Ga ik een video opnemen. Over. Ja. Moet je maar mijn YouTube kanaal in de gaten houden. Wil jij het weten? Abonneer nu even. Dan kan jij het nog weten. Of volg mij op Instagram. Of Snapchat. En sowieso even op Snapchat. Want daar doe ik kleine dingen van mijn kleine leven. Stel wat er allemaal gebeurt. Sommige heb ik heel klein dingetje. Of denk van nou, dat is niet echt belangrijk in de vlog. Snap je? Dus dan ga ik even snappen. Dus volg mij even op Snap en Instagram. Gooi ik elke dag een foto op. Dus dan kan je weten hoe mijn levensstijl is. Dus ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken naar deze vlog. Vonden jullie deze vlog leuk? Doe sowieso een blauw duimpje omhoog. Vergeet het natuurlijk ook niet hier beneden te abonneren. Wat ik al zei eigenlijk al. En dan zeg ik alvast veel kijkers naar een nieuwe vlog om 6 uur. En dan zeg ik later.